Yo, welkom bij weer een nieuwe video in deze lichaamsgewichtserie. Vandaag zijn onze benen aan de beurt, dus zowel de hamstrings als de bovenbenen, de quadriceps en de kuiten. Ik heb een aantal mooie oefeningen voor je geselecteerd. We gaan lekker beginnen. De eerste oefening hebben we wel eens vaker voorbij zien komen op dit kanaal. Die is vrij makkelijk. Je hebt een gladde vloer nodig, een handdoekje of natuurlijk je sokken. En als je dat hebt gepakt, ga je met je hielen zo dicht mogelijk tegen je lichaam aanliggen. Heup omhoog en probeer je enkel je benen te strekken. Als je de oefening iets zwaarder wilt maken, dan probeer je je benen te strekken en daarna ook weer in te trekken terwijl je heup hoog houdt. De volgende oefening hebben we allemaal wel eens gedaan, dat is een standing calf raise. Alleen ik heb hem een klein beetje aangepast. Ik heb mijn knieën een klein beetje gebogen en wat dit doet, dat is eigenlijk de lange kuitspier die je aan de buitenkant van je lichaam zou kunnen zien, de gastrocnemius, die schakel ik uit. En daardoor focus ik me wat meer op de onderliggende kuitspier, de soleus. En de kunst bij deze oefening is om de hoek van je knieën niet te veranderen. Dus je lichaam beweegt wel op en neer, alleen de hoek van je knieën blijft continu in dezelfde hoek. Die blijft dus op slot. Voor de volgende oefening ga je in een squatpositie staan en squat je helemaal naar beneden. En onderin ga je een centimeter of 10 een klein beetje heen en weer bewegen. Zoek juist een punt wat voor jou niet comfortabel is, zodat je je beenspieren echt hard aan het werk zet. De volgende oefening is een wall squat en ik doe deze expres voor juist met wat materiaal en een gewicht. Want mocht je thuis iets van een zandzak of iets anders hebben wat echt zwaar is, dan kun je dat materiaal mooi op je lichaam laten steunen. Hoef je enkel je schouders en je rug tegen de muur aan te duwen. En dan creëer je een soort van staande leg press en kan je echt gigantisch zwaar thuis trainen. Op mijn kanaal staan verschillende series, zoals de verzuringsserie en natuurlijk deze lichaamsgewichtserie. Als je al die video's wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video.